Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Beerplaza. Een lage drukgebied trekt over de Britse eilanden naar de Noordzee en die zorgt ook voor een groot luchtdrukverschil in Nederland en dat leidt weer tot een straffe zuidwestenwind. Hij wordt boven land vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6, en aan de westkust zelfs stormachtig, windkracht 8. Dus verder zijn er zware windstoten mogelijk tussen de 80 en 100 km per uur. Het weerbeeld is wel vrij vriendelijk met geregeld zon, verspreidt een enkele bui en een middagtemperatuur van 22 tot lokaal 25 graden. Vanavond gaat het breed opklaren, het is overal droog en heel langzaam neemt de wind weer wat af. Dan morgen is het duidelijk minder onstuimig met een matige wind boven land, kracht 4 aan de kust, soms nog krachtig windkracht 6. Het wordt 21 tot 24 graden en het blijft zo goed als droog met geregeld zon. Na het weekende dan wordt het een stuk wisselvalliger. Er trekken af en toe flinke buien over het land, vooral maandag ook met kans op onweer. En af en toe staat er nog steeds een stevige wind, vooral op de woensdag. De temperatuur gaat nog wat verder omlaag en op woensdag worden het slechts 18 tot 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.